naar Hollandse glorie in het Rijksmuseum. Ja, kunstliefhebbers van over de hele wereld die zijn er klaar voor. Vanaf vandaag staan er 27 schilderijen van Johannes Vermeer werken in het Rijksmuseum klaar. De kaartjes hiervoor die vlogen over de toonbank. Meer dan 200.000 zijn er al verkocht. En nog nooit was er vooraf al zoveel belangstelling voor een tentoonstelling. Zoveel belangstelling zelfs dat de site eruit klapte toen de kaarten in de verkoop gingen. Nou, natuurlijk te bewonderen. Het meisje met de parel en het melkmeisje. Al is dat maar tijdelijk. Over 7 weken hangen die weer terug in het Mauritshuis in Den Haag. En de directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbets, kan niet wachten om vandaag dan die liefhebbers te ontvangen. Er was nog nooit in het Rijksmuseum een tentoonstelling georganiseerd die echt alleen over Vermeer gaat. Er zijn nog nooit zoveel Vermeers bij elkaar geweest. En zelfs Vermeer heeft er niet zoveel bij elkaar gezien. Dus daarom is het echt een historisch moment. En we houden nog steeds heel erg van Vermeer, denk ik, omdat het zo'n rust uitstraalt. De schilderijen zijn klein, dus we hebben het aantal toegangskaarten moeten beperken. Maar we hopen natuurlijk toch zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen, zodat ze van Vermeer kunnen genieten en zo min mogelijk mensen teleur te stellen. Justine, jij had al even gekeken voor een kaartje. Ja, ik geloof, is het gelukt? Nee, het is nog niet gelukt. Ik geloof dat ik pas ergens in juni aan de beurt ben. Ja, ik kan niet wachten. Dit lijkt me zo fantastisch. Natuurlijk, de werk uit Mauritshuis ken ik. Maar ik denk, alles bij elkaar. Je gaat 350 jaar terug in de tijd. Ik wil dat gewoon zien. Ja.